allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Paard en Vlog. Ik ga naar Bifi op vakantie naar Limburg toe. En zoals jullie zien heb ik mijn zadelkamer al helemaal propvol. En ik ga Bifi nu in de trailer laden. Bijna. En we gaan zo meteen even kijken bij Bifi, want we zijn nu bij een pomp om koffie te halen. Het gaat nog helemaal goed met Bifi en we hebben een hooi net en een hooibaal, want dan heeft Bifi nog iets te doen. Naar de geiten. Woehoe! Die geiten die kruipen daar in het hokje en dan. Bifi heeft hier zo een nachtje geslapen naast de varkens. Alleen Bifi vond het toch niet zo leuk naast de varkens. Dus we hebben een nieuw wijdje voor Bifi tegen onze caravan. Ik zet Bifi nu even naar het andere weidje. Kom Bif. Bifi vindt het echt niet leuk bij de varkens. Stallen en daar zo'n stal. En net de andere paarden zijn een wenlesje doen. En we zijn hier logeren en ik heb geen zadelkamer, dus het is wel iets anders, want nu ligt het allemaal in de trailer. Dus dat moet ik nu even ophalen. Zadel. En nog single.
Nou, ik ga het nu allemaal even klaarleggen. Ik ga Biffy nu uit de wei halen. En dan ga ik Biffy eerst even poetsen. Poetsen, Biffy. Biffy nu poetsen. Biffy weet dat hier de varkens zijn, dus je vindt het nog een beetje spannend. Nu even aan het poetsen. En ik ga naar Biffy een buitenrit maken, want ze hebben hier echt een hele mooie natuur. Een rondje omdoen en dan komen we bij de visvijver. En daar zitten mijn broers als het goed is te vissen. Dus dan kunnen we daar ook nog even kijken. Het is hier echt super mooi. Bijna bij de visvijver. Een superleuk paadje hier.
vijver. Ik vind Biffy wel leuk. Biffy vindt het ezel veel leuker dan de varkens. Dan nu even af, want Biffy vindt de varkens echt niet leuk, want straks begon ze al te stijgen. Biffy aan het maken. En we hebben hier appelbomen, dus ik heb wat appels van Biffy geplukt. Dus die doe ik door het eten heen. De paarden mogen niet te veel appels, want er zit best veel suiker in de appels. En dat is dan niet goed voor ze en dan kunnen ze hoefbevangen worden. Maar gelukkig hoeft dat nu niet, want het heeft de laatste tijd al heel veel geregend. Dus Biffy zal vast wel schoon zijn. Dit is het scheermachine en dat is echt voor paardenhaar om weg te scheren. En je moet altijd met het scheren moet je tegen de haren in. En dit scheermachine maakt een beetje veel lawaai, maar gelukkig vindt Biffy dat niet erg.
onze schoren. En we gaan op de kont gaan we proberen om dit hartje te scheren. Nou, het hartje zit er al op en ik vind hem heel mooi geworden. Alleen we kunnen er niet meer aan doen, want Biffy heeft heel veel haren. En ik ga nu dit deel nog helemaal doen. Ik ben Biffy toch nog even aan het afspuiten, want Biffy had heel veel last van de haartjes. Nu bij Laura Hogeveen. Misschien kennen jullie haar wel. Het is een hele bekende eventingruiter. En daar staat haar paard Quibus. En die kan heel goed aan eventing meedoen. En ik vind het echt super lief van Laura dat ik in haar bak mag rijden. En vannacht gaat ze met die grote bus op wedstrijd. En ik ben Biffy nu aan het uitstappen en ik vond het echt super leuk. En dan gaan we zo meteen weer terug. Dit is nog een veulentje van Laura. Kleine vind ik al een schip, hè? Wedstrijd en het is hier echt super groot en ze hebben hier heel veel paarden en daar zijn ze in de bak aan het losrijden. Er zijn hier echt super veel stallen, want alle paarden blijven hier overnachten. Ik doe
rijden. Met zijn paard gaat hij hier zijn wedstrijd doen en ik mocht net op zijn paard zitten en ik vond het heel leuk. Ik ben nu in de stallen en ik vond het heel leuk om een keer wedstrijd te zien. Ik ben nu op Bifi aan het rijden en ik heb hier allemaal pionnetjes neerstaan. Een beetje op Laura dat ding. We gaan nu stro ophalen. Stellen.
stro laden. Na het paardrijden en het stro ophalen had ik het heel warm, dus we gaan nu even zwemmen. Leuk vond, doe dan een duimpje omhoog en abonneer hier beneden op mijn kanaal en doei!